Vind je seks met je ex een goed idee? Nee, maar ik kan wel gewoon seks hebben met vrienden. Wij hebben nog wel eens seks. Nee. Nope. Nee. Nope. Nee. Nu niet meer. Nu niet meer. Maar we hadden wel na onze relatie nog seks. Ja. We hebben het wel eens over gehad nog. Nee. 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 Ik heb het wel een paar keer gevraagd. Dat klopt. Oh nee, nee. Ja. Nee, dat is echt na de ene keer nooit meer gebeurd. Wanneer hebben wij voor het laatst seks gehad? 100 jaar geleden. Prehistorie. Nee, ik denk 3 jaar. Dat was toen met die super awkward brunch op Valentijn. Dat was 14 februari, want ik weet nog dat uw zus zo'n heel ding had georganiseerd. Ja, dat kan wel, ja. Ja, dat was best awkward. Ja, denk ergens ik? Begin dit jaar. Ja, en toen, maar we hadden niet echt door dat het onze laatste keer zou zijn. En toen hadden we elkaar daarna gewoon eigenlijk niet zoveel meer gesproken. En toen, dus vandaar dat het niet echt weet of zo. Spreken elkaar überhaupt niet meer gewoon. Nee. Dus. 2 jaar geleden? Zeker? Ja, denk ik. Ik weet het niet, maar het is wel 4 jaar geleden of zo? Ja, een paar jaar geleden. Gewoon toen het uitging. Toen het uitging, echt? Nee, vlak ervoor. Het was net voordat het uitging. Toen hadden we seks in mijn bed. Ik was net verhuisd. En toen zijn we halverwege gestopt, omdat je het niet zag zitten. 8, 9 jaar geleden. Ja. Zoiets. Januari vorig jaar. Ja. Ja, toen jij je nieuw appartement kreeg. Ja. Vind je seks met je ex een goed idee? Nee. Nee, dat is alleen maar drama. Ik heb bijvoorbeeld een ex en daar zou ik het wel nog mee kunnen doen. Als ik zo op terugkijk, niet. Niet? Oh, grappig. Nou ja, het bracht wel gewoon alle gevoelens terug. Als je single bent. Ja, als je nog seks hebt met je ex, dan denk je dat je nog issues hebt, of niet? Maar jij hebt er wel een keer voorgesteld hoor. Toen ik nog niet. Maar toen was ik waarschijnlijk nog niet helemaal over dan. Mm. Kan wel hoor. Nee, maar ik kan wel gewoon seks hebben met vrienden, toch? Calvin. Zou jij nu seks hebben dan met mij, als ik single zou zijn? Maar nu ben ik over, hè? Ja, maar zou je dan nog steeds seks met mij willen of niet? Oh, nee. Denk ik niet. Jammer. Jammer? Nee. All right. Dan zijn we hier nog mee mortelen, Calvin. Ja. Niet voor ons in ieder geval, nee. Dat absoluut niet. Eeuw, nee. Niet uit mijn exes. Nee, sorry. Nee, maar nee. Sorry. Nou ja, dat ligt er dus aan. Kijk, als je heel platonisch kan houden, dan why not? Heb jij mij ooit wel eens geprobeerd te bootycallen na de break-up? Te wat? Wat is dat? Nee, je was te ver, anders had ik het wel gedaan. Nee, nee. Nee, ik jou ook nooit eens. Is dat gewoon... Het is booty call. Ja, zo van, wil je seks met mij? Ja, denk toch. Maar jij hebt wel gevraagd aan mij of ik naar Brussel wilde komen naar je nieuwe kamer. Ja, dat wel. Nee. Nee, want ik ben ook niet meer in Antwerpen geweest. Nee, true. 1 keer. Oh, die avond. Ja. Nee. 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 Anders hadden we wel seks gehad. Ja. Bitch, all the time. Ja. Nee, ik ben bijna nooit dronken, dus dan kan ik ook niet echt met een dronken bij je op. Tenminste, jij mee, hè? Ja. Ik doe jou niet booty callen per se. Heb ik wel 1 keer gezegd, nou, misschien nee. Ja, misschien omdat jij te hard aan het zeiken was. Ja, ik denk ik wel. Denk je ooit aan mij als je masturbeert? Nee. Nee, helaas. Nee. Nee, op dat moment... Maar wat denk je op zo'n moment? Ik denk echt niks op dat moment. Heb je niet dat je dan aan iemand... Ook al is het een celebrity of zo, dat je aan iemand denkt van, goh. Nee. Nee, Danny. Of nu dat probeer ik niet. Oh, nee. Ik ook niet. Nee, ik had dat in het begin wel, obviously. Mm-hmm. Maar nee, daarna heb ik gewoon echt geprobeerd u te blokkeren uit mijn brein. Dus echt gewoon alles. Alles eruit. Toen hebben we ook echt super lang niet gesproken, rond 3, 4 maanden niet gesproken. Maar dat was ook gewoon beter. Moest ik aan u denken, zou ik me al heel schuldig voelen. Je hebt me wel een keer opgebeld. Ja, toen wel. Maar dat is ook alweer een jaartje geleden, of niet? Toen dacht ik wel nog aan u tijdens de seks. En dat was wel... Toen vond ik mij ook wel echt heel schuldig daarover. Want ik kreeg u er niet uit op dat moment. Wat een kutvraag, zeg. Ja, maar...
Nee, allang niet. Veel. Allang niet! Ik heb wel eens over je nagedacht. Ja. Cool. Ja. Ja, maar dat wist ik wel. Ja. En jij? Nou, nee. Nee. Sorry, nee, boeiend. Nee, altijd. Echt nooit. Je mag het eerlijk zeggen, druk op die knop. Nee, echt nooit. Nee, ik ook niet. Zou je nog seks met mij willen hebben? Nee. Ik zei het al toch? Nee, je hebt hem druk. Nee. Nee. Ik zou niet heel kort zijn. Helemaal stuk gaan. Ja. Nee. Absoluut niet. Ik ben wel heel blij om dat te horen eigenlijk. Nee. Waarom niet? Nee, nu niet. Nu gaat het ook niet, ik kom nee. Op tv nu. Ja, wel best. Nee, en jij? Nee, dat was mijn antwoord. Waarom niet dan? Ja, jawel, ooit. Ja. Ooit? Ja, ben ik gewoon eerlijk in. Het is gewoon, ja, blijft gewoon die ene waar het altijd wel goed mee zat, laat ik het zo zeggen. Ja. Nee, ik vind dat het wel kan, op zich. Ja, maar ik hoop hem. Ik heb ook wel met veel exen seks gehad. Echt? Lekker seksen met je exen. Wil je een heel, heel eerlijk antwoord? Nee. Nee, that would be too awkward. Ja, dat denk ik ook. Dat zou echt tussenhand zijn. En ook gewoon, ja, weer, dat maakt het te ingewikkeld. Jij hebt je eigen leven, ik heb mijn eigen leven, dus geen slim plan. Nee. Jij krijgt 20 seconden van mij om zoveel mogelijk plekken op te noemen waar je seks hebt gehad. 3, 2, 1. In bed? Oké. Okay. In bed, in de keuken, in de woonkamer, in het bos, in het vliegtuig. Even denken, waar nog meer? Ja, wat heb je nog meer in huis? In een tuin? Oké. Okay. Jongens, bedankt voor het kijken. Like en subscribe op mij en we zien je later.